Ja. Nog eentje, nog eentje. Hop, hop. Dus nu heb ik eigenlijk hier lang een binnenkant, lang een buitenkant eigenlijk, korter gemaakt, zodanig dat zijn voetje terug rechter komt. Zodanig dat je zorgt dat hem die harde hoefjes dat er nu heeft, hij heeft daar bij stap, heeft hem 4 maanden op beton gestaan. Hè. Ja. Dus hij heeft harde hoeven, houdt hij. Dan moet, ja. Moet hem nooit geen ijzerkjes aan doen. Ja. Ik klem nu zijn voetje nog niet tussen mijn knieën, omdat dat is de allereerste keer. Ik kan hem zo nog makkelijk houden. Dus anders, de keer dat hij wat meer gewend is, begin ik zo. Kijk, dan kan hem even leunen als hij zijn evenwicht verliest. Ik laat hem ook nooit niet los als hij aan het tegenwringen is. Maar zo kan hem even leunen op de been. Als je vond dat hem dan ergens braaf is en hij stil, wat ik het neer. Als je op die manier aanleert, binnenkort zeg je voetje, heft dat voetje omhoog, je kunt dat een beetje bijknippen op de lange stukken, dat is 5 minuutjes werk. Voor de eerste keer doet het super. Als hij dat doet, zo, hou nog een seconde, hij ontspant, ook. Dan weet hem dat dat tegentrekken haalt niets uit, maar als ik hem dan zeg, ja. Dat hij als een jeep daarop rijdt, dat hem begint te ginniken. Ja, dat kent dat, hè. Dat is echt een jeugd wandelen.